Jij mag gewoon een beetje oefenen. Oefenen met wat? Ladeblok. Hé, hey, rust gaan met mijn lader. Ja, dat is echt standaard, guys. Dit moest andersom. Ja? Echt gewoon therapie. Gewoon video kijken. Wow. Ik heb de video dus stopgezet. Precies op 444. En ik denk dat ik in 2023 als goal wil... Deze pakjes. Dat is toch erg, guys. Ik kom bij haar stad en ze weet niet eens waar we kunnen eten. Gewoon star maar. Good morning. Kijk naar mijn nieuwe pyjama. Look at this. Het broekje is wel een beetje te lang, maar het zit wel gewoon lekker comfy. Maar ja, goedemorgen dus. Het is vandaag donderdag. Vandaag begin ik om 11. Het is nu 10. Ik moet over een half uurtje ongeveer uit huis. Maar ik dacht, ik ga me even snel klaarmaken. Zo, mijn scheiding, joh. Ik ga even mezelf klaarmaken. Ik heb net al gegeten. Ik was kort over 9 wakker. Ik heb snel een eitje gebakken. Ik heb mijn toilettasje van boven gevuld met dingen die ik nodig heb. En ik heb echt super diep geslapen. Ik ging om 2:30 slapen, omdat ik dus gisteren overdag rond 6:30 tot en met... Van 6:30 tot en met 8:30 heb ik en mijn vriend gewoon geslapen. En als je dat doet, dan ga je in de nacht niet slapen. Tenminste, dat heb ik vaak. Dus... Dan pas aan met een zo. Dus... was ik in de nacht niet moe. Dus ik ging mijn vlog editen. Alleen ik ging dus om 2:30. Dacht ik moet echt slapen. Dan heb ik nog genoeg geslapen. Eindstand... werd ik om 3:00 wakker, random. Daarna werd ik om 6:00 wakker. Daarna werd ik om 7:00 wakker. Ik werd gewoon de hele tijd wakker. Dus ik ging gewoon verder slapen. Maar ik opende toen ik wakker werd. Dus rond 8:45 opende ik even Instagram. En toen zag ik dus dat het volle maan was. Dus ik denk dat het een beetje heftige energie had. Door die heftige energie van de volle maan dat je daar niet kan slapen. Maar ik ga even mijn tanden poetsen. Ik ga me klaarmaken voor werk. Want ik begin over een uur al. Hi iedereen, het is vandaag zondag en vandaag is dus mijn vrijdag. En we hebben letterlijk vanaf dat we wakker zijn rond 11 of zo tot en met 4:00, 4:30 we op bed gelegen. Niks gedaan. Ik had het echt nodig, want ik ben echt zo moe van werk en zo. En morgen moet ik gewoon rustig weer werken. Maar, ja, we zijn net gedoucht. Het is nu 5:05. En we gaan naar de IKEA, want ik wil heel graag een bureau halen. Al heel lang wil ik dus een bureau in mijn kamer. Dus ik denk gewoon nu, fuck it, ga het halen. En niemand wou met me gaan deze week. Dus deze chappie gaat wel met mij. Maar ja, we hebben nog een uur voordat het sluit, dus dat moet ook maar eens goed gaan. In de IKEA is altijd gewoon echt een leuke date om naartoe te gaan, om even rustig rond te lopen. Maar dat gaat hem nu echt niet worden. We moeten gewoon letterlijk naar de afdeling. Ik ga gewoon mijn thuis mee. Moet. Ja, ik wil gewoon wel echt mijn spullen hebben. Dus. En je weet toch, die materialen pak je pas op het einde. Dus dan moet je er al doorheen zijn gegaan. En ik ga echt niet mijn tijd nemen als ik nog niet... Maar we zijn er al geweest. Dus we gaan er gewoon vrij snel doorheen. Ja, want ik wil liever eten. Want we gaan hierna ook gewoon lekker eten. In Amsterdam halen. Ik weet nog niet wat. Ik heb wel zin in... We hebben beide zin in burgers en shit. Huh? Nee, ze zei, wij moeten het zelf halen, want zij gaat niet langs Queen D. Listen. Wow. Jij mag gewoon een beetje oefenen. Oefenen met wat? Jongens, we hebben een discussie. En we zijn in de IKEA. We zijn in de IKEA en we gaan nu heel snel naar de kast. We moeten sowieso naar boven, toch? Nou. We hebben nog maar 3 kwartier om precies te zijn. Ja, moet ik zeggen. Ja. Wel. Ik heb het gevonden. Dat is wel op internet. Kijk, je kan het ook via de website. Dus 0002, dat is hier. Hebben we er 2 van nodig. 2 van deze dingen. Oh. Hiervan hebben we er 2 nodig. Slide up.
Ja. Yeah. Het is net alsof het in één doos komt alles. Nee, het is juist apart. Twee van dit. Ja, twee. En dan Oh, dat is die ene. Dat is de ladeblok. Hé, hey, rustig aan met mijn lader. Ja, dat zijn die laden inderdaad. Ja, yeah. En dan hebben we nog een rij. Stelling 39, vak 12, hebben we nog één ding nodig. Dan zijn we klaar. Nou, zo makkelijk was het, joh. Dit is echt standaard, guys. Nou, we hebben het gered. Het is nu precies 6:02. En we hebben de spulletjes in de auto. Nou, mijn vriend doet het nu. Oh ja, ik ben nog aan het filmen. Hi guys. We gaan nu naar Amsterdam. Oh, ik loop in te zoomen. Deze auto kan dit echt niet aan. Lukt het? Wat? Uh-oh. Oh, guys. Uh-oh. Let me help real quick. Moet ik helpen? Ah, oh, het is gelukt. Nou, nergens, maar man. Mijn man kan dit, joh. Nou, we gaan nu naar Amsterdam. Gaan we of naar Queen D of gaan we naar Burgers' Shake. Dat ding loopt gewoon te focussen op dit ding. We gaan naar Queen D of Burgers' Shake. En ik zie er echt niet uit, maar het is zondag. Het is gewoon een chill dagje. Dus ja, morgen moet ik weer werken. En dinsdag ben ik vrij. Dus ja. Ja, het is allemaal heel leuk en aardig dat het past. Maar met auto rijden gaat het natuurlijk helemaal niet goed. Maar ja, eigenlijk kan ik... Het gaat wel goed. Zij vindt dat het gevaarlijk is. Hoewel, de dag dat we elkaar ontmoeten. Ja, de dag dat we elkaar ontmoeten ging hij ook zo rijden. Omdat mijn dikke hoofd voor het zicht had. Ja. Dus ja. Nou. We zijn niet meer naar Amsterdam gegaan, want we gingen gewoon lekker in Utrecht wat eten. Toen kwam ik thuis. Toen zei mijn moeder ineens, maar hebben jullie wel gekeken naar de kleur? Wij, met onze domme Erip, pakken gewoon dat ding. Zo. Wij met onze Erip pakken gewoon dat ding en kijken hier naar de kleur. Dus net na het eten ging ik rennen naar boven. Oeh, ik ben bij het adem van die troof. Oké, dus net na het eten gingen we rennen naar boven. Tenminste, ik ging rennen. Ja, niet. Maar om te kijken welke kleur het was. En ze zijn allemaal wit. Oh my god, ik was zo blij dat het wit is. Weet je, geen idee. Guys, ik heb vandaag gewerkt van 7 tot 3:30. Ik ben zo blij dat ik bijna van deze baan af ben, want 7:00 beginnen, niet eens 7:00 opstaan, maar 7:00 beginnen, dat is echt niet meer. Nee man. Ik heb ook toen ik thuis kwam mijn kamer opgeruimd, een beetje verder mijn bureau ingedeeld. Ik heb ook allemaal van die organizer pakjes, hoe zeg je dat? Opslagpakjes? Nee. Ja, weet ik veel. Van die opbergbakjes heb ik besteld op Amazon. En dan ga ik morgen alles beter indelen in die bakjes. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb ook een beetje aan mijn vlog gewerkt. Voor de vlog waar je nu naar kijkt eigenlijk. Maar dan de eerste deel ervan heb ik eventjes aangezeten. En ik heb ook... afgelopen dagen ben ik ook echt bezig geweest aan mijn vision board. Was er iemand die had een TikTok gemaakt. Die had op Canva.
echt een soort van visuele vision board gemaakt met zeg maar tekst en allemaal plaatjes. En ik wou dat ook doen. En toen zag ik ook nog een manifest methode, wat ik al eigenlijk ken. Maar ik vond het gewoon zo goed uitgelegd dat ik dat gewoon eigenlijk heb gemengd in een vision board. En dat is dus scripting. En dat ziet je, dit is de voorkant. Ik ga natuurlijk niet mijn vision board laten zien. Ik ga het misschien wel op TikTok laten zien. Dat ik het gewoon even de vormgeving laat zien. Maar, oh. Dit is dus de vision board. De voorkant. En dan is het zeg maar... oh ja, dat moet je zo doen. Dan heb ik hier allemaal tekst en allemaal plaatjes. En gewoon een soort van visuele vision board gemaakt. En ik ben er echt trots op. En dit is dus mijn 2023 vision board. Dus voor het eerst, ik heb wel vaker de manifesting scripting methode gebruikt. Maar nu echt gewoon super specifiek. En dat ik er echt aandachtig aan heb gewerkt. Zo, ik ben echt zo benieuwd. Zoals je zag, dacht ik, is goed. Ik ben me dus nu aan het klaarmaken zoals je zag. En zoals je ziet bedoel ik. En ik was ondertussen gewoon een vlog aan het kijken. Dat is echt gewoon therapie. Gewoon video kijken. Wow. Wow, ik heb de video van Vadim. Kijk, ondertussen een andere video van haar heb ik op stop gezet. Precies op. Ik heb de video dus stopgezet, precies op 444. En de laatste twee cijfers zijn ook gewoon 44. Want ik voelde ineens dat ik gewoon even wou praten tegen de camera. Maar ik kijk dus naar haar video. Ik kijk niet altijd naar haar vlogs. Maar af en toe wel. En ik keek dus naar de video van dat ze naar een seminar ging. Een seminar van zo'n vrouw die psycholoog is. Volgens mij... En het was ook, zeg maar, ja, ik weet niet, een soort van seminar. En ze ging daar ook alleen naartoe. Ze vertelde over social anxiety. Dat ze daar alleen toe zag, een lange reis, was alleen en zo. En ik dacht echt van, weet je, ik wacht ook altijd op mensen om dingen te doen. En niet altijd kan iedereen. Ik heb ook niet super veel vrienden of zo. En ik hoef dat ook echt niet. Like, I'm good. Maar soms... ben ik wel echt afhankelijk van mensen om dingen te doen. En ik wil eigenlijk ook meer dingen alleen doen. En ik denk dat ik in 2023 als goal wil gewoon dat ik gewoon heel veel meer dingen alleen ga doen. En niet ga wachten op mensen om dingen te doen. Dus meer solo dates. En ik wil ook gewoon meer cursussen volgen. Gewoon meer dingen leren. Aangezien ik ook niet naar school ga. Maar ik wil wel gewoon nog nieuwe dingen leren. En gewoon... ervaring opdoen. Dus ik wil gewoon wel echt cursussen volgen. Misschien ook zulke dingen zoals haar seminars bijwonen. Dat lijkt me wel echt super leuk. Dus ik wil dat ook gewoon meer gaan doen. En ik ga het ook gewoon lekker meer alleen doen. Want ja, ik ga niet wachten op mensen om dingen te doen. Het is sowieso een doel voor 2023. Om, ja, om gewoon meer dingen solo te doen. En ik ga denk ik gewoon ook een lijstje maken met dingen die ik solo wil doen. En gewoon ook alles vastleggen. Nou, over een uur moet ik uit huis. Oh nee, nee, nee.
Voor 3 kwartier moet ik uit huis. En ik ben klaar met make-up. Ik moet alleen nog even mijn lippen doen. En dit is dus een... Dit is de make-up die ik eigenlijk aan doe ook naar een feestje. But it's kind of natural though. Ik moet echt ook een party make-up look maken. Want ik heb echt altijd basic make-up. Even kijken. Ik heb hier ooit een keer een NYX lippotlood gehaald. In de kleur Vintage. En het is echt zo'n paarse kleur. En ik heb het echt nog nooit op gehad. Ik zou met god niet weten waarmee ik deze lipliner moet dragen. Met welke lipkleur. So, I don't know why I bought it in the first place. But okay. Ik ga nu eventjes mijn lippies doen. En ik heb wel zin om met mijn nichtje te gaan eten. Maar dit is de outfit. Ik heb gewoon een zwarte sweater aan met eronder nog een kooltrui. Nog een t-shirt eronder. En mijn favoriete leren broek van Stradivarius, denk ik. En finally de tote bag van Marc Jacobs. En dan gaat hierover nog een hele lange zwarte winterjas. En de schoenen denk ik New Balance. Ik denk dat ik daar wel zin in heb. En de parfum die ik op heb vandaag is deze van Moncler. Oh, zo. En dat is het. Ik ga over 20 minuutjes de deur uit. Dus ik ga alvast naar beneden. En ik heb mijn ringlap aangedaan. Dus dan kunnen jullie ook de look zien. Nee, dat licht is echt heel heftig. Ik moet om 28... Moet ik lopen? Of 8 minuten precies. Maar ik heb dus een pakketje binnen. Van Amazon. En ja. Yeah. Ik ga het even snel openmaken. Yay! En deze bakjes ga ik dus gebruiken voor mijn bureau. Het zijn van die losse opbergbakjes. Je hebt kleine, middelmaat, groot. En als ik terug ben, ga ik alles indelen. Oh, daar heb ik echt zin in. Dan is mijn bureau clean en dan zit er niks meer op. Het enige wat ik dan nog moet bestellen is zo'n... Hollywood Mirror, ik weet niet of het zo heet. Maar zo'n spiegel. Met van die lampjes. Oh, I'm excited. Maar ik ga nu snel naar beneden voordat ik zomaar te laat kom. Terwijl ik gewoon al lang klaar was. Nou jongens, ik ben met mijn nichtje. Welkom bij een nieuwe vlog. En we zijn nu in de Pri. Want wat ga je hier halen? Of je wel gewoon kijken? Nee. Ik moet onderwerpjes en zo. Oh, dit is... Kijk die troep. Waar? Hier. Wat Amsterdam erg was. Nee, Utrecht is ook erg. Oh ja, altijd bij de beauty even kijken. Kusje. En we gaan zo meteen eten bij Fuck You. Grapje, maar we weten niet hoe het heet. Dus ik vraag aan Ashley, waar heb je gegeten? Utrecht is hij, het heet Fuck You of zo. Ik heet geen Fuck You. Hij stond sowieso een Fuck You op de muur. Of zoiets. Nee, ik ken hem niet, man. Ik eet nooit in Utrecht, guys. Maar Ashley gaat het vinden. Erg, hè? Wat is dit? Dat is voor je gezicht. Maar dat is toch erg, guys? Ik kom in haar stad en ze weet niet eens waar we kunnen eten. Nou, Misha. Ja, sorry. Wordt duidelijk te verhuizen, meid? Ja, man. De grapje. Nee, ik word gebeld. Bellen ze me nu al. Hij was net leuk. Nee, is gewoon snap. Wat is dit? Maar waarvoor is dit? Gewoon schoonmaken. Is die? Oh, die black hair. Dat is zo... Kijk, het gaat zo'n mesje achter je. Juist. Oh. Ik, oh, zie je, ik had hier niet naartoe moeten gaan. Ik wil dit. Oh, en dit. Jongens. Dit. Dit moet je in de koelkast doen en dan is het koud en dan ga je zo om je ogen. Oh, ik zag het best wel wat chicky, maar die had ik op de grond geschoten niet goed. Ja. Was niet goed. Nee, zat het daar te vallen. Oh, zo. Dat is echt het ding. Oh. Oh, guys. Oh my god, jongens. Dit. Dit. Ja, dit wil ik ook eigenlijk. Oh. Jongens, kerstcadeau. Oh, ik loop helemaal in het zonne. Wat is dit? Hoeveel kost dit? 12. Maar is dit goed van de Pri? Like, zomaar weer dit soort dingen. Ik heb zelf een lichtmasker. Nou jongens, dit gaat Ashley nemen. Kost je nou aan de barb. Hoeveel kost dat? 3,50, maar ik hoor het niet voor. Dit ziet er mooi uit. En deze jongens. Nou, ze hebben hier allemaal skincare troep. Nou jongens, Ashley heeft de tote bag gezien.
En van de Marc Jacobs, but nu twijfel ze. En? Ben je erover uit? Of gaan we eerst nog even naar boven? Even kijken, man. Oké. Nou jongens, we zijn net van de Bijenkorf en Ashley heeft zich weer laten influencen, jongens. Ze heeft een bakker gehaald. Ik heb een cadeautje gehaald voor mijn broer en ik heb nog iets bij de Sarah gehaald. Eigenlijk moest je niet zelf voor hebben. Die niet kijkt, maar vlog niet, denk ik. Ja. En we gaan nu wat eten. We waren eerst naar die ene restaurant, die fuck. Dat ding heet fuck. Ja, dat ding heet fuck, maar ik kan wel daar naam. Maar toen dachten we hebben wel zin in meerdere dingen. En daar is het gewoon echt letterlijk menu gericht, weet je wel. Ja, en als we nu gaan gewoon all you can eat naar Mojo. Kunnen we lekker volvreten daar. Ja, dan kunnen we lekker warm zitten, lekker volvreten. Lekker uitgebreid. Ik wil echt zin in sushi, though. Of gewoon verschillende dingen. We kunnen ook naar Mackie. Ik wil gewoon, ja. Ja. Als je maar zelfs nog een Mackie mol. Laatste optie. Kan ook. Moet niet eens boeien, hè. Ashley met de handcremie. En deze Mojo, guys. Super mooi. Pornstar Martini. Spoegde ik het altijd uit. Ja, ik heb het te doen gezegd, maar het is echt lekker ei. Nou, ik ben weer thuis. Dus met het licht nou weer. Wacht eventjes. Het licht doet even gek. Wow, ik ben echt bij de adem in het erop. Ja, ik ben dus nu weer thuis. Was super gezellig met mijn nichtje. En ik heb eventjes weer... Oh, fles water valt bijna daar. Oh! Ik heb heet water met citroen. En dat is echt goed voor het eten en na het eten, by the way. Als ik dat heb gedaan, ga ik dus wat ik vanmiddag liet zien van die bakjes... die organizing bakjes ga ik dus allemaal ga ik uit de verpakking halen. En ga ik dus op mijn bureau doen. En ga ik het even allemaal indelen. Ik denk dat ik dat aan jullie de volgende vlog laat zien. Dat ik deze vlog nu ga afsluiten. Wel denk ik. En als ik niet ga afsluiten, dan knip ik dit stukje eruit. Maar ik denk dat deze vlog wel lang genoeg is anders. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Dit is voor het eerst in mijn leven dat ik een vlog normaal afsluit. In plaats van dat hij gewoon zomaar bruut stopt. Dus ja, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.